Oké, jongens, aangezien het er gewoon niet van komt om het heel erg goed uit te leggen, ga ik het nu wel gewoon even snel uitleggen. Wat het is, is dat Ruben en ik uit elkaar gaan. Ik vind altijd dat mensen doen altijd standaard praatje. Dan denk ik altijd dat is gewoon een standaard praatje. Maar dat is bij ons ook wel. Dat er geen ruzie is. Er is niet vreemd gegaan. Bedrogen. Vertrouwen. Zeg maar, veel stellen gaan uit elkaar omdat ze niet meer verliefd zijn. Of niet meer van elkaar houden. En dat is bij ons niet het geval. We zijn juist nog verliefd na 6 jaar. Vandaag zouden we eigenlijk 6 jaar samen zijn. Dat is best een beetje moeilijk. We houden heel veel van elkaar. En we vinden elkaar ontzettend leuk en aantrekkelijk. En we hebben een ontzettend leuke match met elkaar. Maar naar mijn idee zijn er toch bepaalde dingen die gewoon niet helemaal in orde zijn voor een relatie voor de rest van mijn leven. Dus het speelt ook al wel wat langer de twijfel bij mij. En het is meer nu eigenlijk zo dat ik die twijfel niet meer wil. Dus dat ik heb besloten om ja, weer in mijn eigen huis te gaan wonen. En wel met gedachte dat het echt serieus klaar is. En dat we allebei onze eigen weg op gaan. Maar het is natuurlijk heel lastig, want het is voor ons allebei niet voor te stellen dat we elkaar niet meer zien. Omdat we geen ruzie hebben en gek op elkaar zijn. Maar het is veel te moeilijk om, als je elkaar nog wel ziet, weet ik zeker dat het niet gaat lukken om ja, echt de relatie te beëindigen. Maar no hard feelings naar Ruben. Ook iedereen in mijn familie, al mijn vrienden. Niemand is negatief over Ruben. Hij heeft niks fout gedaan. Ik heb niks fout gedaan. Het is dus niet dat de liefde over is gewijd of dat het een beetje dood is gebloeid. Dat niet. Was dat maar zo, dan was het makkelijker. Maar goed, ik wou het eerst even samen met hem filmen en zo. Maar ik hoef het eigenlijk allemaal niet zo heel dramatisch te maken. Ik doe het gewoon zo. Dat is het verhaal. Er zijn geen juicy details of wat dan ook. Dus ja, het is voor hem natuurlijk wel lastig om nu in mijn huis te zijn. Te zien dat ik helemaal blij ben in mijn huisje. Maar ik wil gewoon, ik maak het helemaal perfect voor mezelf. Dat ik me happy voel in mijn huis. En dat ik gewoon, ja, door kan, zeg maar. Dat was het eigenlijk, wat ik wilde zeggen. Weten jullie dat nu? Wel jammer dat jullie Ruud waarschijnlijk niet meer in mijn vlog zullen zien. Dat vind ik ook heel jammer. Dus dat was het. En ik lijk nu misschien niet heel gevoelig, maar dit speelt natuurlijk nu al een tijd. En alle emoties zien jullie natuurlijk niet op het beeld terug. En nu gaat het leven gewoon even door. Dus ja, dat was het hele ding. Misschien hadden jullie het al geraden. Oké, jongens, dit is de eerste keer dat ik iets vlog hiervoor. Het is nu donderdag. Weet jij de datum? 29. Donderdag, mag jij stemmen al? Ja. Oh, leuk. Eindelijk bewijsmateriaal. Donderdag 29 november. En ik ben hier met Lin. En Lin is echt mijn steun en toeverlaat in deze tijd. Dus Lin is dus mijn beste vriendin. En ik heb echt zieke pijn in mijn buik. Want het is best wel lastig. Ik heb net de sleuteloverdracht gehad van mijn eigen huis dus. En ik had al een paar dingetjes besteld om het wat leuker voor mezelf te maken. Deze tafel gaat weg, deze stoelen gaan weg, dit gaat weg. Deze gaat naar Ruben en ja, die gaat ook nog weg. De muur moet worden mooi gemaakt. Roze muur hou ik. En we gaan nu even wat dingetjes weggooien. Maar dan gaat dus best wel veel... Nee. Niet? Oh, heel klein. Oh, jongens. Wacht, wacht, wacht. Mensen denken echt, wat is zij blij? Maar ik ben echt niet blij. Het is niet zo. Maar ik ben dus bezig met een beetje mooie dingen te bestellen. Volgende week donderdag komt de bank. Want anders trek ik dit niet en ga ik het niet volhouden. Waarschijnlijk heb ik dus nu al aan jullie verteld waarom ik dit doe. Maar dit is mijn oude huisje. Hier is mijn YouTube kanaal begonnen. En het is nu dus donderdagavond, al 9 uur 's avonds. Maar Lin en ik gingen even kijken en of er wat schoongemaakt moest worden. En een beetje beginnen, want ik wou het eerst al afzeggen. Maar dan komt het proces nooit op gang. Dus ja. Ga je de thee ook al openen? Ja. Zijn er nog haakjes? Hoe heet het ook weer? Daar is een haakje. Unboxing? Fabienne Chapeau. Wil je hem unboxen? Op YouTube. Damn. Alleen je arm in beeld doen. Oh ja, van achter mag het wel. Zijn ze leuk? Ja. Niet te kinderachtig? Nee. Dat is chique. Lin helpt mij dus heel erg om niet te veel te kopen. Dus als ik echt twijfel, zeg ik van zou jij dit kopen? Want haar huis is heel rustig en chill en ik gooi het altijd veel te vol. Dus ik heb het echt nodig om... ja. Als zij het mooi vindt, zeg maar, dan bestel ik het nu, want dan blijft het tenminste gewoon mooi. Het is wel gewoon mijn eigen smaak, maar ze, zeg maar, zorgt ervoor dat ik 50% van de dingen koop in plaats van 100% van de dingen. Oké, hey jongens, ik kom net uit mijn werk. Ik heb namelijk even snel gedoucht, want we gaan zo Sinterklaas vieren. Ik heb net orders weggebracht en nu voelt het vet raar dat ik nu voor een andere vlog aan het vloggen ben. Dat ik eigenlijk niet vertel in mijn echte vlog, maar goed. Oh, ik ben de kussens vergeten, jammer.
Dan moet ik echt gaan stikken. Dikke zit. Oh, ik kan er niet op komen. Ik heb deze doosje net heen getild. Ik heb dus posters besteld van Decenio voor dit huis. Maar ik was er dan om te laten afleveren in Weesp. En het is echt heel groot. Kijk. Het is echt enorm. En het tilt niet lekker. Maar ik ga even hier een kwartiertje even dit uit de doos halen. Even kijken. Is dat handig? Ik leg het op de eettafel. En ik wil eigenlijk een foto maken. Ik heb een koffieapparaat. Ik wil een foto maken van de eettafel als het licht was. Maar het is nu alweer donker. Okay, het is niet mijn koffieapparaat. Het is iets wat ik eerder heb besteld bij Black Friday. Maar nu denk ik een beetje. Het zijn echt dure dingen. Het is van Doing Goods. En het was dan 20% korting. Maar het kleed vind ik eigenlijk een beetje tegenvallen. Dus ik moet hem gewoon terugsturen. Ik dacht ik ga voor de kleine, maar ik kan misschien voor de grote moeten gaan. Het is dit. Ik wilde deze al heel lang. Ik vind hem nu zo klein dat ik het niet echt ergens op vind staan. Hij zou leuk zijn boven in de slaapkamer. Maar hier komt al een hele grote bank met een kleed. Dus dit is echt best wel heel erg duur, weet je. Hij kost 90 euro en dan nu 20% korting. Maar ja, het is super leuk, maar het is wel echt heel klein. En om het nou zo te leggen, vind ik hem ook een beetje... Ja, ik ging een beetje los hoor. Nou, het ziet er toch uit alsof je een dood dier in je huis hebt eigenlijk. Ik denk dat ik dit maar terug ga sturen. En ik denk eigenlijk ook dat ik misschien dit ook maar terug moet gaan sturen. Want het is hartstikke leuk en aardig. Maar dit is normaal 30 euro. Ik vond het heel leuk voor Conwas sieraden. Maar je hebt het ook gewoon bij de H&M. En dit vond ik ook heel leuk. Ja, belachelijke prijzen. Misschien ga ik dit even terugsturen eigenlijk. Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Ja, om nou dit ja, hier in de gang of zo. Het is vet leuk. Het maakt wel echt sfeer. Dit is wel echt heel leuk. Om dit hier te leggen. Maar dan wordt het toch ook alleen maar lelijk. Het is raar. Ik vind het echt een dood dier. En daar hou ik wel niet van. Oké, ik ga hem terug doen. En dan ben ik iemand die de rest ook meteen terug doet. Laat even weten wat jullie vinden dat ik moet doen. Ruud was even bij de kapper. En daar, hier zijn allemaal woonwinkels en zo. Dus ik ben even bij Leen Bakker. Maar kijk even. 20% korting op alle kussens. Ik heb dus alleen al best wel veel leuke kussens gekocht. Maar hoe veel kussens zijn dit? Niet normaal. Ik zie echt de leukste stofjes. Echt geweldig dit. Ik vind deze wel echt heel mooi. Maar misschien een beetje een viezige kleur. Ja. Hij gaat ook heel hard, zie ik. Denk hier dat ook altijd van, oh, daar zijn heel weinig van. Dus iedereen wil die, dus die zijn leuk of zo. Maar echt mega leuk. Ik twijfel over deze. Hij is wel heel babyroze. Okay, je moet een beetje opschieten, want het is al kort voor 2 om 3 uur beginnen bij moeders verjaardag. En we moeten nog langs huis en omkleden en dat soort dingen. Maar we hebben nu de eettafel opgehaald, die we dus ook in Weesp hebben. Maar dan nu voor mij. En hij moest wel uit de doos, maar hij ligt echt perfect. Helemaal geen last van het zicht of zo. Poten. Ik heb dit hele leuke kleed voor 15 euro bij Leen Bakker gekocht. Dit heb ik gisteren voor Sinterklaas gehad. Deze kussens, dat brengen we zo eventjes langs Muiden. Dus we moeten wel een beetje tempo gaan maken nu. Daar is Rupje, die ging even de doos weggooien. Volgens mij wilde hij even uitslopen. Ik zie het aan hem. Ik zie je, dan gaat hij achter de paal lopen. Ik merk het al. Dus volgens mij heeft Ruben zin om uit te slopen voor de camera. Daar gaat hij. Oké, jongens, ik ben nu in Muiden. Papa was er net heel eventjes. Die heeft eventjes gekeken. Hij heeft sowieso allemaal spulletjes gebracht. Kijk, wow. Hierachter. Boor, dat soort dingen. En we gingen kijken hoe we dit eruit konden krijgen. En ik heb muurvulsel gekocht, maar ik krijg het er gewoon niet uit. Het is eigenlijk niet echt wat opgeschoten. We hebben boven even opgemeten qua douchewand, hoe en wat. En ik heb net de eettafel in elkaar gezet. Deze stoelen gaan dus nog weg. En nu is het echt enorm. Maar er komen dus eerst even die witte IKEA stoelen die we nu in Weesp hebben. En daarna komen er hele mooie roze velvet stoelen. Dus dat is wel heel leuk. Het kleedje is echt heel erg leuk. Dit blijft hier dan staan. En ik moet zo even naar de Maxis. Ik ga denk ik... Ik heb mijn tv neergezet trouwens. Ik wilde dus een nieuwe kopen. Maar eigenlijk is deze wel top. Het is wel een oud ding. Maar hij is prima. En hij past dus precies dat de deur nog gewoon helemaal goed open kan. Dus dat is wel heel fijn. Ik vond het eerst heel lelijk hier in de hoek. Maar iedereen zegt zet hem gewoon hier. Want hier zit ik dan zo op mijn... het lange deel van mijn bank, weet je wel. En meestal kijk je toch in je eentje tv. En als er vrienden zitten, doe je die deur dicht. En dan kan je hier ook prima de tv zien. Dan zit hij toch een beetje uit het zicht. Want het is niet echt mooi natuurlijk. Nog even iets kopen denk ik om hier voor de deur te hangen. Kijk, zo is het al veel beter. Voor mij moet altijd alles in het midden. Maar dat kan niet. En ik ga hem ook niet daar. Daar komt denk ik het bijzettafeltje uit Weesp. Met een spiegel erboven. Denk ik. En ik ga nu denk ik even naar mijn Decenio posters kijken, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het beste werkje om dat te doen. Ik heb de grootste gedaan, dus dat is het meeste werk. Kijk, zouden jullie hem daarboven hangen? Het valt nog mee hoe groot hij is, hè?
Ik denk dus dat ik hem hierboven hang, maar het zou ook leuk zijn om hier een spiegel te hangen. Maar als ik hier al een spiegel hang, dan... Wij zijn tafels ongeveer zo hoog als deze eettafel. Ik wil het liefst even een spiegel waarin ik mijn hele lichaam kan zien. Maar dat kan dan niet echt. Ja, die bijzettafel is wat lager, denk ik. Ik weet niet, wat zouden jullie doen? Hier een lange spiegel? Of hier juist een schilderij? Ik vind het een beetje zonde. Vroeger stond hier een servieskast. Ik twijfel nog om dat dus weer te doen. Linda, zij zet hier misschien een love seat neer. Ik weet het niet zo goed. Maar hierboven een schilderij of een spiegel? Het staat wel heel cute. Ik vond deze heel vet. En dit is echt, als ik een Instagram foto ergens zou maken, zou dit echt de perfecte goal setting zijn. Ik vond deze echt heel mooi. Wow, met deze ben ik blij. Jongens, ik vind deze gaaf. Ik heb echt mijn best gedaan, want ik ben iemand die heel snel te veel roze en cute dingetjes kiest. Ik heb een hele mooie mengelmoes gemaakt, vind ik zelf. Ook dit, weet je, dat staat zo mooi bij andere dingen. Oh, deze vind ik een beetje tegenvallen. Huh? Oh, ik denk al, want er zat iets voor. Deze is heel gaaf. Ik heb allemaal zwarte lijsten trouwens gedaan. De rest zijn dus allemaal dezelfde maten. Ik weet niet of dat dom is geweest, maar het voelde goed. Make it pop like pink champagne. Dus een beetje een afwisseling van een beetje girly cute. Maar ook wat serieuzer. Maar allemaal wel heel erg mooi Charlotte-achtig. Wow. Die ben ik heel blij mee. Hij gaat daar niet hangen, maar er hingen daar gewoon nog spijkers in de muur. Deze is echt heel groot. Ik weet niet of het te groot is voor de woonkamer. Help me jongens, want als jullie dit zien dan heb ik nogal wat aan jullie advies. Oké, ik had bij die toch een witte lijst moeten doen. Maar ik heb misschien nog een witte lijst van de senior liggen. Maar dit vind ik echt iets om in de gang te hangen of in de wc of zo. Ik vind hem wel heel vet. Maar zie je, het zou echt veel gaver zijn. Ik vond goud too much, gouden lijst. Ik denk toch met een witte lijst. Ja, ik vind hem wel heel cool. Ik loop hier trouwens heerlijk op mijn nieuwe stofjes van de Action. Kijk jongens, het begint echt zo mooi te worden. Deze stoelen gaan weg. Mijn eigen witte stoelen komen hier. Had ik dat al net verteld? Ik weet het niet. Deze gaan naar Ruup. Dus deze zijn heel grof. Dus dan wordt het echt heel erg mooi. Maar kijk, nu ziet het er echt wel super leuk uit. Naast die lamp zet ik dan een... Die lamp ook niet zo heel mooi zo met die lijn ook. Even kijken. Maar hier komt dan een soort van draadman denk ik met kussentjes. Een plant zou ook leuk zijn, maar ik ben niet zo goed met planten. En dit is trouwens wel echt heel lelijk. Maar dat komt allemaal door het koken. Dus ja, als ik het opnieuw ga verven, krijg je dat weer. Ziet er wel echt heel lelijk uit, zeg. Maar ik heb niet echt zin om opnieuw te gaan verven. Oh, ik ben ingezond. Nu ga ik... Wow, zien jullie dat ik moe ben? Ik slaap echt een beetje slecht. Toch zorgen natuurlijk. Nu ga ik... Verlengs doorhalen. Eventjes naar de bakjes dingetjes halen. Hey jongens, het is 5:30. Nee, 5:00. Ik ben uit mijn werk. Een beetje vroeg, maar tussen 5:15 en 7:15 wordt het koffieapparaat geleverd. En ik wilde hem graag zien. En ik moet toch editen, dus ik heb even mijn laptop hier mee. TV? Ik had asopziening had ik niet mee, maar Ruud had uitgelegd hoe je hem aan kon zetten. Dit is mijn tv. Het is echt helemaal niet super scherp beeld, maar het is prima. En er is dus al tv in aansluiting, dus dat is heel chill. Ik had een waterkoker. Ik laat gewoon alle spullen zien, dus jullie dat wel leuk vinden. Deze had ik vroeg bij de Big Bazaar, gisteren. Deze bij de Heemarkt. Zit nu bij de Maxis. 20 euro in plaats van 40 euro. Hotel, dus een beetje zacht. Dit was nu 7 euro, vond ik ook wel grappig. Met een messenslijper erbij. En twee verlengsnoeren, want dat miste papa en ik. En deze vind ik wel heel mooi van Pyrex. Twee ovenschalen met een roze deksel. Klein en een grote, maar met deksel. Dus dan kan je hem ook lekker, als je lasagne hebt gemaakt, hem daarna in de koelkast makkelijk zetten zonder folie en zo. Dus dat ga ik even uitruimen. En mijn huisje begint wel lekker te worden. Rup zegt al, je vindt het veel te lekker hier. Maar ja. Oké, het is 6:10 en het is er. Ik had gebeld. Wow, ik ben dus rood, ik weet niet waarom. Naar PostNL, ik wist niet eens dat het kon. Maar als je heel erg je best doet, kom je uiteindelijk erheen. Van hij is, moet nog bezorgd worden, maar hij is nog in het sorteercentrum. Toen zei hij, nee, hij is al onderweg, maar bij mij staat tussen 7 en 9. Ik dacht echt, oh. Maar het is 6:10 en hij is er. Kijk. Maar, ik zeg dus tegen die man, want ik ben dus zo aan het opruimen geweest. En ik had één schilderij bewaard. Die een meisje van mijn minor heeft voor mij geschilderd. Maar het is toch niet helemaal meer mijn stijl. Dus ik zeg, meneer, wat is het wel in het schilderij? Hij zegt... Wat is het? Ik zou, heeft iemand ooit voor me geschilderd? Misschien voor uw dochter, uw vrouw, uw tante. Toen nam hij het aan, toen was hij vet dankbaar. Het is ook echt een heel mooi leuk schilderijtje. Oké. Hij kwam eerst helemaal aanmelden of ik er al was, want het is natuurlijk een super zware doos. Ik ben blij dat ik hem niet op de postkantoor heb opgehaald, want het is best wel zwaar.
Niks is trouwens gekregen, behalve deze ene. Alles zelf betaald. Ik heb er dus 150 euro voor betaald. Ik zag dat die nu al nog maar 175 was hoor. Wow. Dit is een slim systeem. Cool. Ik had dus mijn Krups apparaatje, maar ja, ik dacht eerst de zon. Toen dacht ik, daar heb ik ooit echt 50 euro voor betaald. Dus die laat ik lekker bij Ruud staan. Dan kan hij mensen ook koffie geven. Oké. Okay. Oh, er zit een melkverschuimer in. Ik weet het niet zeker, maar mijn moeder had in Zwitserland één. En die was zo chill. En volgens mij is het dezelfde of ongeveer dezelfde. Even neerzetten. Ja, ik vind het hier zondag. Hij is te mooi. Deze cupjes heb ik erbij gekregen. Ik had ook al bij Lidl cupjes gehaald. Lezen jullie dan helemaal de handleiding of vertrouwen jullie op jezelf met dit soort dingen? Ik op mezelf. Vet veel plekken waar ik mijn camera kan neerzetten. Kijk, nu staat het zo. Hier heb ik nog kookplaat en een vaatje. Dit zijn echt heel lelijk, vind ik. Maar er is gewoon geen andere oplossing voor. Echt lelijk. Is het een reserveplaatje of zo? Wat is hier? Waarvoor is dit? Deze is zo goed. Ja, dit maakt het echt dezelfde als mama. Die komt er echt gewoon niet aan. Die komt dan mooi hier. Top, hè? Het is dus niet dat je... Het is gewoon terwijl je op je koffie wacht, is je melk alweer klaar. Ik weet niet. Ergens dacht ik nog van, het is nog best duur voor... Dat het alsnog niet automatisch de melk eruit komt, zeg maar. Nee.